Wat is er aan de hand? Dag mevrouw. Dag meneer. Wij zijn van het programma Het Spijt Me. Oh god. Ze lol even aan de televisie. Jazeker, jazeker. Oh god, de god, de god. En dan ben je moeilijk aan als ik nu eens kijk. Ik stond helemaal te trillen. Ik stond helemaal te trillen. Ik stond helemaal te trillen. Schitterend, schitterend. Gladiolen en garabage. Och, man. Maar dat zit dicht op mijn koker, hè? Kijk eens even, hè. Schitterend, hè. Strandkerndijvie erbij, hè. Ja, dat is mooi. Ja, ja, ja. Lekker. Ik ga het even een vaas halen. Nee, nee, mevrouw. Ik ga het even een vaas halen. Kom eraan, man. Ik ga even een vaas halen, maar ik zie het ineens, ik heb geen eens een grote vaas. Wij wou trouwens meteen even tegen Lully zeggen, Lully moet ervoor dat ze een vaas hierbij cadeau doen. Ja, een vaas hierbij. Ja, want niet elk mens heeft zo'n grote vaas, zo'n grote vaas in huis. En ik heb hem makkelijk zat vanavond, ze verdienen zat met die televisie, zat. Dus ik heb bij Lully ook geen een luxe auto in over vakantiereis. En al jank je nog zo hard, het wordt ook nooit een vaste plant. Ben ik tegenvallen. Ja, maar dat is toch een mooie bos, mevrouw? Oh, wat een leuke bos. Ja, goed, wat wij ons afvragen is of u een idee heeft van wie u deze bloemen gekregen heeft. Ja. Je geeft ze net zelf. Ik ben even een groothoring, je geeft ze zelf. Ik ben even een plukvink. Je duwt ze zelf in mijn handen net. Dat weet ik nog wel, tuurlijk. Dat weet ik wel. Nee, maar wat ik bedoel is dat deze bloemen worden aangeboden door iemand die ergens vreselijk veel spijt van heeft. Och, dat was ook zo. Ja, joh, dat was zo. Ja. Nee. Dat is die gewend. Ja, joh. Nee, maar ik weet dat je moet rooien wie de spijt ergens van hebt. Maar dan weet ik gelijk van wie ik de bas heb. Dan heb ik ze van die kleren Chinees hier schoon tegenover. Och, man, ik heb al jarenlang heb ik stank en overlast van een Chinese restaurant. Vooral de derde woensdag van de maand, want de koken ze alles vers voor de hele maand. Dus, nee. Dan stink je je kot uit. Weet je wat ik al een paar keer gedaan heb? Ik heb dan wel die grote joekers van bakstenen door zijn etalage gesmeten, hè? Ik steeds op dat aquarium gemikt in die zaak, hè? Aquarium aan degelijk! Die manvisjes platen. Weet je wat ik ook eens heb gedaan? Ik heb een keer een beetje wormen heb ik uit mijn volkstuintje gepulkt. En die hebben toen een hemse bakjes Barbie paar aangedaan, hè? En toen ik overal in de stad laten zien dat de maai uit je vreemde kroop uit. Heb ik alle kranten opgebeld, mag ik op de foto met die mooie ernaast, hè? Hij was gelijk failliet, was die Chinees. Hij was gelijk failliet, dus ja, daar zou hij wel spijt van hebben. Nee, mevrouw. Mevrouw. Nee, hoor, nee. Had hij geen spijt? Nee, dat was hem niet. Oh, was hem niet? Nee. Oh, ik dacht dat ik heet was. Nee. Oh. U moet het misschien toch wat dichter bij huis opdenken, dichter. Hoor. Ja, dat denk ik wel. Die Chinees zit op mijn lip, hoor, hè? Trouwens, ik heb het hele straat heb ik banjo. Als ik dat op ga zomaar, ik 88 programma's voor je volmaken. Dan kan ik een bloemenzorg beginnen. Van alle bossen die ik nog maar krijg van de straat. Nee, u moet het gevoelsmatig dichter bij huis houden, bedenk ik me net. Ja. Met hem? Gewoon je interessant lopen doen? Nee. Ja. Vanuit je hart, weet je wel. Wat? Aan je hartkramp hebt. Zoiets. Oh, gut, heb ik ze van mijn ex? Mag ik het nou ineens goed gemaakt met de was van die kleren, begonias? Ik zeg, Wat hem ze allemaal mijn tasje moet betalen, meneer, want hij verdient zat die ex voor mij, want die ex zit in de luxe autohandel, zit hij. Auto's die van de trekker afgevleden zijn. Ja. Nou, vertel mij, want ik heb altijd meegewerkt. Ik moest al die chassinummertjes wegveilen, ik heb met de krampen zitten veilen, echt. Weet je wat ik ook eens heb gedaan, hè? Maar dat moet je eruit knippen voor de televisie, hoor. Goed, maar ik had een keer op die remleidingkist, hè? Van die Ferrari, van mijn ex van hem, zijn Ferrari. Heb ik die remleidingkist, heb ik door zitten veilen. Heb ik doorgevolen, ja. Nou, toen komt hij naar zijn vriendin in Parijs. Nou, dan zou hij spijt van gehad hebben. Dat hij nou zo'n
plaatbekkie heb. Nee, jongens wel. Niet? Nee, het was hij was het. Oh, nee, hij nee, oude was. Nee, maar ja. Weet ik wie het wel is. Hem zijn moeder. Mijn ex-schoonmoeder. Die heb het. Och, man. Och, daar heb ik zo'n bonje mee gehad ook. Och, en dat is zo'n ondankbaar kreng, die ex-schoonmoeder van mij. Daar kom, ik had een stukje grond voor haar gekocht. Maar ze wou er niet in. Nee, jongens al. Oh, ze wijst het niet. Weer koud. Oh, weer koud. Ja. Weet je wat? Ik maak het u makkelijk. Ja. Ik geef u een tip. Geef eens een tip. U moet het meer in de familiesfeer zoeken. Familie. Oh, dus ik zou maar zeggen, het kan ook een... Is zeker bij ons... Ik heb het altijd gedaan. Ik heb er wel een flesje hier even voor. Zuigt die nog zo? Och man, met die jongste broer me niet een leed heb aangedonderd met geen 5 baalpunten op te schrijven. Moet ik even uitleggen, mijn jongste broer en ik, we hebben allebei dezelfde bloedgroep. Komt van heel Nederland nergens vol. Hele aparte bloedgroepen, wij hebben dezelfde, we hebben allebei EO negatief. Ja. Maar nou, mag ik hem zijn bloed mag ik hebben. Want toen had ik bonje gemaakt met de groenteman. Toen was ik aangevallen door de groenteman. Toen mag ik hem... Of heb ik die bas van de groenteman? Nee. Omdat nee. Er een stronk aan dijfje bij zit. Ja, dat is mooi. Dat is modern. Nee, laat me even uitpraten. Dus die groenteman, die joeg mij op in die groentezorg met een winterpijn. Joeg hem mij zo de etalage in. Omdat ik hem had gemet met mijn tas. Er zaten 3 meloenen in. En 4 potten hek. Maar toen was ik kwaad, toen werd ik de etalage ingedreven. Maar toen ben ik gevallen in de etalage en heb ik glas over me heen gehad. En toen heb ik bloed verloren. 7 liters bloed was ik kwijt. Ja, zeker hoor. Ik zweer dat ik het leer lag allemaal lag het, tussen de sinaasappelen lag het allemaal. Dus ja, bloed sinaasappelen, ja. Goh, je bent erbij hoor, ja. Toen heb ik vlak voordat ik bewusteloos was, kon ik nog roepen, wat mijn broer even bellen, want die hebben hetzelfde bloed. Ik kan hem zijn bloed hebben. Toen hebben ze mijn broer opgepiept, maar die zat in het café. Heb ik hem zijn bloed gehad, maar 3 dagen daarna liep ik nog stamdronken door het huis heen, hoor. Zo'n paarse oren bij je neus had ik, hoor. Zo'n opgezwollen leven van de drank, heb mijn broer me aangedonden, vind ik heel erg, meneer. Zeg me dat hij er spijt van kan hebben. Dan ben ik met hem. Het is een vrouw. Ja. Had hij zijn eigen laten opereren? Had hij hem eraf, hè? Ja, dat weet ik niet. Oh, en door had hij spijt van. Ja. Nee, jongen, nou, de mijne krijgt hij niet, hoor. Zeg hem maar. Wat nou? Wat nou weer? Ook niet? Nee. Oh, waar is hij weer kijk? Nou, nee, wat ik bedoel is dat deze bloemen worden aangeboden door een vrouw. Die bloemen worden aangeboden... Oh, daar word ik helemaal geschufferd van. Het in de gaten bij die televisie, hè? Hoe dat werkt. Dan laten ze eindeloos even een beetje mekkeren. Je weet het lang van wie ze het. Ik van mijn beste vriendin, man. Ik weet dat wel, ja. 5 jaar geleden, toen was ik jarig. Oh, ja, daarna ben ik ook nog jarig geweest, maar... moet ik even uitleggen, als ik jarig ben, dan bak ik zelf altijd apelenflappen. En dat is niks bijzonders, want elke guppenkap in Nederland kan apenflappen bakken, is makkelijk zat. Maar zoals ik ze bak, kan niemand ze bakken. Want je kan merken dat ik van een appeltje hou. En ik kan mij je kwaad maken. Over al die mensen, je ziet dan hoe ze een appelbeet pakken. Het is even hak. Een appel aan God. Geen hond die erbij nadenkt dat zo'n appeltje het moet te groeien aan een takkie in de buiten. Wel, nee jongens, je denkt er nergens bij na. Daar kan ik me zo kwaad over maken, echt. En ik heb liefde voor die appel. Ik poets hem op. En ik heb een klokhuisjes voor. En dan draai ik die klokhuisjes die kan ik precies zo eruit draaien. Begrijp je wel? Dat je die petjes in je keel niet hebt. En dan snij ik schuine plakjes. Die snij ik af. En die leg ik in plakjes bladeren. Ik weet niet hoe een flappie maken. Maar ik heb van die diepvries. Die plakjes bladeren van de diepvries. Leg ik ze in en dan maak ik heel mooi envelopjes van Japanse vouwkunst. Hoe heet origami?
verdammet, nou had ik niet gezien dat die plakjes bladeren deeg, dat daar nog van die plastieke velletjes tussen zaten. Heb ik niet gezien, ik was toen ook al een bril. Dus dat was aangekoekt allemaal, maar ja, ik haalde ze uit die oven. Ik denk, ach, het glomp wel leuk, hè? Ja, ik vond een beetje zo die sliertjes eroverheen en daarbij. Ik denk, ach, ik verraad ze zelf toch nooit, dus ja, ik denk, ik gooi ze niet weg. Mijn beste vriendin die vraagt toch altijd alles wat los en vaar staat. Aars op mijn god, dus waar zit Robert Kwijler langs een kunstgebiedje van me, dus dus die kwam bij mij op visite en ik gaf zo die flapjes en ze vraagt aan de mum van tijd. Ik zeg ze gewoon, vraagt ze 2, 3, 4 van die flapjes, vraagt ze op. Hap, grok weg. Man, het wel glijden met dat plastic natuurlijk, dus ze zat te smullen, ze vraagt zwart met tafelkleed erachteraan, dus ja, ook van plastic. Maar ja, ik zeg, wijfie, ik zeg geniet ervan, hè? Hè? Neem me lekker nog een paar mee naar huis, ik zeg geniet ervan. Ik zeg, met elke dag kun je los te wezen. En toen was het s'avonds, en toen zit ze nog steeds bij mij op visite. En we zaten heel gezellig zo, grote kring zo, met z'n tweeën. En in ene werd mijn beste vriendin toen niet lekker. Ja, ik zag het wel, aandacht trekken. Jaloers dat zij niet jarig was, dat was het. Zat ze een beetje, au, mijn buik, ik is zo pijn. Ik zeg, hou eens op. Gewoon mijn feestje niet verpesten, maar in één gewoon ze op de grond leggen. Rollenbal. Au, keihard gillen, dus ik werd kwaad. Ze, als jij mijn feestje wil verpesten, is ze toch al in mijn huis? Is ik het hard uitgeschupt? Of geschupt, ik heb het moeten slepen, want ze gaf geen eens even mee. Maar ik heb er op de stoep neergelegen en er scheen ze weggehaald. Ja, dat heb ik niet kunnen horen, want het was onweer die avond. Dus met spoed per ambulance was ze naar het ziekenhuis. Want wat bleek achteraf, zij had een darmpersiflage. Ja. Maar nou kom ik mooi zo. Godse midden in de nacht. Godse me nou bellen. Hele zware verjaardag gehad. Is zij bijgekomen van de naar een koers, een telefoon naast de bed. Schreeuwen door die telefoon dat het mijn schuld was geweest van die flappen, had de dokter gezegd. En ze zouden mij de rekening van het ziekenhuis wel sturen. Nou, die rekening heb ik nooit gehad. En wel die rekening van het crematorium. Of oh, weg even. Nee, dan was zij het ook niet. Nee, ze was het niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar om het een beetje kort te houden, zal ik het dan maar zeggen dan? Zeg het alsjeblieft, Jochie, anders zijn die bloemen verlept. Ja, dat doorgaat wel. Ja. Deze bloemen komen van uw moeder. Oh god, leeft ze nog? Jazeker. Uw moeder heeft er namelijk vreselijk veel spijt van. Ja. Dat ze op de wereld heeft gezet. Ja, even dimmen, hè? Wilt u haar nog wat zeggen misschien? Moet ik nou nog wat zeggen? Zou ik zeker even doen. Nou, ik hou die bosje. Mm-hmm. Dus je hebt tegen moeder dat ze bij mij naar de koffie mag komen. Nou, kijk, dat horen we graag. Dan bak ik een paar lekkere apenflapjes voor de.